Kijkers, tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video van de KS Eupen carrière-mode. Wintertransfers zijn net begonnen, alleen heb ik echt amper budget. Even kijken naar wat mijn budget is. Ja, het is echt heel erg weinig. We hebben hier een wedstrijd in de beker tegen Zulte Waregem. Mijn wedstrijd in de beker ga ik gewoon simuleren. Oeh, we winnen nog. Dat is wel een heel klein verschil. 1-2 voor ons. We hebben een geblesseerde speler. Hopelijk valt die blessure een beetje mee. We hebben 11 dagen geblesseerd, valt nog mee. We gaan die wedstrijd ook even spelen tegen Sparta Rotterdam. Ik ben er klaar voor. We spelen uit. Dus ja. Hoe snel hebben we heel dit seizoen ook al tegen het team gespeeld? Scoren. Oh, hij scoort ook meteen. Dat is heel vroeg inderdaad. Amerikaan met de goal. Hij heeft nog niet heel vaak gescoord, maar ik heb hem vooral gehaald omdat hij heel veel potentie heeft. Oh, dat is een te zware tackle voor mij. We krijgen geel. Oeh, een tackle van hun. En zij krijgen ook een geel kaart. Voorzetten. Nee. Score op een afstandje. Ja, haal er een hoekschop uit. No! Oeh, keeper uit. Oh, ze blijven gaan. Tackle. Oké. Oeh. We verdedigen wel goed. Oh nee, nu is dit wel slecht van verdedigen. Oh nee. Oeh, keeper uit. No! Oeh! Kom even met geluk weg. Scoren! Yes! 0-2, nu zijn we niet zeker. En op naar de tweede helft. Het is wel een leuke wedstrijd. No. Oeh, ze hebben hem nog steeds. No. Oeh, no, no. Oeh. Hebben we weer eens geluk. 0-3. Het gaat weer makkelijk. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh, de keeper redt weer. We hebben toch een goede keeper. Oh nee, daar zijn ze weer. Nog steeds de bal voor hun. Oh nee. No. Oh jammer. Ze scoren dan toch nog. De keeper kan niet alles tegenhouden. We zijn blijkbaar wel heel blij met dit doelpunt. Maar ze vergeten dat ze nog twee keer moeten scoren. En dan is het weer gelijk. Dit is waarschijnlijk de laatste kans van de wedstrijd. We winnen weer 1-3. Hier thuis tegen Heracles kan ik wel simuleren. Ik denk dat het wel goed moet komen. Oh, hier spelen gelijk 1-1. In de wedstrijd tegen Sint-Truiden. Ze spelen heel erg verdedigend, de tegenstanders. Ik zal hun verdediging breken. We staan eerste met 8 punten voor, dat is mooi. Ja, doorgaan. Dit is onze kans om te scoren. Nee. Goed voorzetten. Oh, scoren! Met de kop. Ja, nog eens heel erg. We zien een herhaling. Mooi binnengekopt. Hoe hebben we hem weer? Scoren nu. Ja, 0-2. Mooi gedaan. Dit ziet er niet goed uit. Oh nee. En zij scoren ook. 1-2. Oké, nu scoren. Waar, oh, hij schiet naast. No, 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 no. Oeh, no, oeh. Wegbal. Weer terug de verdediging in. En nu. Oeh, keeper moet nog redden. Oeh. Nee. Ziet er niet goed uit. We krijgen een strafschop. Paar duik naar. Nou, jammer. We staan gelijk. Ze maken een comeback.
van 0-2 maken ze 2-2. We duiken gewoon helemaal verkeerd. Strafschoppen stoppen is nog best moeilijk. We kunnen nu doorgaan. En we krijgen op zijn heupen. Scoren. Ja! De 2-3. Oeh. Heel belangrijk doelpunt voor de wedstrijd. En nog wissel. Het zijn 20ste in 20 wedstrijden. Laatste kans waarschijnlijk van de wedstrijd. No. Oké. Okay. Waarschijnlijk krijgen we nog geel of zo. Gelukkig geen strafschop. Anders net buiten het strafschop niet. Wat doen ze met dit? Oeh, de keeper moet nog redden. No, wat doet hij? Oeh. Wordt nog spannend. Ja, hij kopt over en al is het einde. Oké. Zwaar gevochten voor deze 3 punten. Volgende wedstrijd is tegen Saran, die kan simuleren. Kunnen we winnen met het kleinste verschil 1-0. Ik kan nog spelers verkopen, maar het is blijkbaar helemaal geen interesse. Dus ik denk dat we zo de wintertransfer ook weer afsluiten. Dus ik wil weer bedanken om te kijken naar deze video. Pogba gaat naar Inter Milan zo te zien. Maar ja, bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je weer terug in de volgende video dus. Doei doei.